En Heer, we bidden dat u ons open harten geeft. Dat u tot onze harten wilt spreken. En dat we meer van uzelf mogen zien door alles wat er gezegd wordt. Dat bidden we in de naam van uw Zoon. Amen. Amen. Mag ik die even? Ja, weet ik. Oké, dankjewel. We hebben vanmorgen een jongere groep in ons midden. Janine en misschien nog iemand van jullie die ons heel kort gaan vertellen wie jullie zijn. Wat het thema van jullie weekend is. Kom maar. Het is even spannend, maar voor mij is het ook spannend om op het podium te komen. Alsjeblieft. Ja, goedemorgen. Wij zijn een hele groep uit Kokkengen hier gekomen. We zijn in Lochem. En we gaan elk jaar eigenlijk een weekend weg met elkaar. We doen verschillende activiteiten en we zoeken ook altijd een kerkdienst. Dus nu zijn we hier zo. En heel het jaar door doen we eigenlijk verschillende activiteiten met elkaar. Best wel actieve activiteiten. We gaan met elkaar schaatsen. We hebben een escape room gedaan. Maar we doen ook christelijke activiteiten. Zo zijn we wel eens kerk in Heelsum geweest. Mm. En Trinity hebben we wel eens bezocht. Yes, dat zijn wij. En we zijn blij dat we hier mogen zijn. Dankjewel voor je vrijmoedigheid. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik vind het een voorrecht om weer een keer in jullie midden te mogen zijn. Om het woord van God met jullie te delen. En het is zo geweldig dat God met zijn genade en met zijn vrede in onze gebrokenheid is binnengekomen. Maar ook vandaag opnieuw bij ons binnen wil komen. En we mogen daarvoor zijn woord gaan lezen. Dat wil ik met jullie doen uit de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 14. En ik nodig jullie uit om dat op te zoeken. We hebben het gedrukte woord van God. Maar ook via allerlei moderne communicatiemiddelen kunnen we het opzoeken. En wij lezen in dat gedeelte het volgende, Filippenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Ik lees het vanuit de NBG-vertaling, die is mij het meest vertrouwd en ik denk dat het voor de ouderen ook heel herkenbaar is. Maar wat mooi dat God door al die vertalingen heen wil spreken tot ons persoonlijk. Als ik zie hoe Lonneke in de gebarentaal mijn woorden weer aan de geliefde broeder doorgeeft, dan zie je daar ook iets in van de geweldige majesteit van God, dat ook het woord bij onze broeder binnen mag komen. En we lezen daar Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot op de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch
is mijn getuige hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult ge rein en onberispelijk zijn, op of tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. Vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders en zusters, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel van de broeders en zusters in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed, onbevreesd, het woord van God te spreken. Tot zover dit eerste stukje vanuit het woord van God. Het tweede stukje, dat is uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 12. Even opzoeken. En ik vond het zo bijzonder. We hebben voorafgaand aan de samenkomst een moment van gebed gehad. En Egbert was in zijn Bijbel aan het lezen. En ik zei, wat lees je? En na wat heen en weer gepraat en gezoek, kwamen we uiteindelijk bij Hebreeën 12, vers 1 tot 3. En je citeerde het uit je hoofd, uit de NBG-vertaling. Nou, ik ga het met u, met jou lezen. Hebreeën 12, vers 1 tot 3a. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem. Tot zover deze twee Bijbelstukjes. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongeren, ouderen, allen die hier samen zijn, maar die ook via de livestream met ons verbonden zijn. Het thema van vanmorgen, dat is een hechte en diepe geloofsverbondenheid. Als je dit stukje uit de Filippenzen leest, dan proef je iets van een hele sterke verbondenheid tussen degene die het schrijven en met degene die het ontvangen, de gemeente te Filippi. Een diepe en hechte geloofsverbondenheid. Dat mogen ook wij vandaag met elkaar beleven. Toen ik hier binnenkwam, werd ik meteen enthousiast begroet, terwijl ik hier heel lang niet ben geweest. Herkenning. En dan proef je als het ware dat we, ook al hebben we elkaar heel lang niet gezien, dat er een diepe verbondenheid is ontstaan vanuit het verleden. En dat we dat mogen koesteren. Als eerste, en dat is heel belangrijk om te zeggen, gaat het om onze persoonlijke hechte en diepe verbondenheid. Met wie? Met de Heer. Met de Heer Jezus Christus. En God heeft dat mogelijk gemaakt. In de Johannesbrief, daar lezen we dat Gods liefde geopenbaard is, oftewel een eigentijdse vertaling, zichtbaar is geworden in de Heer Jezus Christus. En wanneer dat bij je binnenkomt,
dan verandert je leven. En daar getuigen mensen van. Paulus en Timotheus, die schrijven deze brief. Tussen die twee is ook een hele sterke verbondenheid. Als ik jullie vraag, hoe is Saulus tot geloof, tot bekering gekomen, dan weet u dat waarschijnlijk allemaal wel. Maar mag ik jullie vragen, weten jullie ook hoe Timotheus tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus? Jij knikt heel erg iets duidelijk. Ja. Kijk, daar komt de microfoon aan. Je mag het nog een keer herhalen. En door het geloof van zijn moeder en oma. Aan de hand van moeder en oma is Timotheus niet spectaculair zoals Saulus, maar heel eenvoudig tot geloof gekomen. En wat mooi dat God die twee broeders bij elkaar heeft gebracht op de zendingsreis die Paulus in die tijd heeft gemaakt, of meerdere zendingsreizen. En zo mooi dat je leest hoe die verbondenheid onder woorden wordt gebracht. Ook in dit boekje, Filippus, de Filippenzenbrief. Dan staat in het tweede hoofdstuk in vers 19, en dan lees ik het voor vanuit de NBV 21. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat Timotheus snel naar u kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Dat zegt hij dus tegen de gemeente te Filippi. En dan komt het. Er is buiten mij niemand die zich zo oprecht om u bekommert als hij. Want alle anderen streven hun eigen belangen in plaats van die van Jezus Christus na. U weet dat Timotheus betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, zo schrijft Paulus, als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Prachtige woorden, mooi getuigenis dat Paulus dat geeft over zijn medearbeider Timotheus. De Filippenzenbrief, ik geef u wat huiswerk mee, u moet niets, maar dan doet u het misschien juist niet. Maar ik moedig u aan, jou aan, om die vier hoofdstukjes gewoon achter elkaar te gaan lezen in de komende week. Tot 16 keer toe in de NBG-vertaling, andere vertaling is dat iets meer of iets minder, kom je tot 16 keer toe in de Filippenzenbrief, in die vier hoofdstukken, het woord vreugde, blijdschap. En hoofdstuk 1 is een hoofdstuk wat ons iets vertelt over de vreugde in het lijden. En dan kun je meteen wel zeggen, ja, maar hoe kan dat nu? Nou, Paulus en Timotheus hebben ondervonden wat lijden is om Christus wil. Elders in de wereld nu weten heel veel mensen wat lijden is om Christus wil. En met de gemeente in de verdrukking weten we ons door het geloof nauw verbonden. Dat kan dus. Te midden van het lijden wat u, jou en mij ook in het leven niet bespaard wordt, mogen we toch die intense, diepe vreugde van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest ondervinden. En vooral als je terugkijkt in je leven, en ik hoop in september 70 te worden, dan ga je wat meer terugkijken, dan zie je de trouw, de liefde en de genade van God steeds weer in je leven terug. Ook al waren er momenten dat je lijden moest om Christus wil. En ander lijden zich in je leven kenbaar heeft gemaakt. Het tweede hoofdstuk is blijdschap in het dienen. Vanmorgen mag ik ondervinden dat ik u met vreugde het woord van God mag voorlezen. En daar iets over mag zeggen. Nou, u mag mijn woorden uiteindelijk allemaal vergeten. Als u die woorden vanuit het woord maar in uw hart meedraagt. En het herleest. Want er zit zo'n power in verborgen. U hebt vanmorgen
hoogstwaarschijnlijk allemaal een ontbijtje gehad. Misschien wel een cracker met jam en een bruine boterham met kaas erop. En ons lichaam is zo kunstig geweven dat het lichaam daar energie uit haalt. Nou, zo hebben we het woord van God nodig in ons leven. Ook de jongeren uit Koekennen, maar ook alle jongeren en ouderen hier in Zutphen. En zo gaaf dat je leest in Jeremia hoofdstuk 15. Dan is het miserabel gesteld met het volk van Israël. Ze zijn weggevoerd om hun zonden. De tempel ligt als het ware in puin en daar zit de dienstknecht van God, Jeremia. En dan hoort hij de woorden van God naar zich toe komen. En wat doet hij daarmee? Weet u dat? Nobody. Hij eet ze op. En dan staat er, en het werd in hem tot een diepe vreugde. Dertig jaar geleden is mij een ernstig ongeluk overkomen. Ik heb het hier vast wel eens verteld, maar ik ben hier heel lang niet geweest. Vanaf hier verlamd, alles stuk. Zwevend tussen hemel en aarde, 39 jaar. Vier kinderen. Druk bestaan, je wordt in één keer totaal stilgezet. Maar ik kan vandaag getuigen, vooral als ik terugkijk, maar ook op die momenten, niks kunnen van alles afhankelijk zijn, beademing, ik weet er niet zo heel veel meer van, maar dat je ondervindt dat God je dan zo omringt met zijn liefde, met zijn aanwezigheid, dat ik in de derde nacht moest zeggen, ik kon niet eens praten, maar in mezelf, hou op, Heere, met uw heerlijkheid. Ik kan het niet verwerken. Ook heb ik andere periodes gekend. En als we lezen over Paulus, dan weet u dat hij heel wat lijden heeft doorstaan, wat heel heftig is geweest. En toch schrijft hij over de vreugde in het lijden en de vreugde in het dienen van God. Nou, dat mogen we hem door genade nazeggen. En het derde hoofdstuk gaat over de vreugde in het geloof. Het is mooi dat we vanmorgen ook mensen vrijmoedigheid hebben genomen om dit in een gebed of in een stukje uit het woord met ons te delen. En als laatste, dan zijn we deze samenkomst nadat Henk een heleboel mededelingen met ons heeft doorgenomen en de inzegening heeft plaatsgevonden, in het geven. Want, zegt ons 2 Korinthe 9 vers 7, God heeft de blijmoedige gever lief. Of je nou een euro geeft, of 50 eurocent, of misschien wel 50 euro... Maar God ziet het hart aan. En daarom is het zo gaaf dat we vanmorgen in dit stukje iets mogen proeven van die diepe verbondenheid met de gemeente te Filippi, gelegen in Macedonië, het huidige Noord-Griekenland. En in Handelingen 16, misschien nog een stukje om voor uzelf te gaan lezen in de komende tijd, daar zien we wat er in Filippi allemaal gebeurt. Paulus en Silas en Timotheus, die zijn uiteindelijk door de Heilige Geest verhinderd om op een bepaalde plaats het woord te spreken. En ze werden, Paulus vooral, in een nachtgezicht geroepen om te komen naar Macedonië. En ze zijn gegaan. En wat gebeurde daar? Op de Sabbat gingen ze naar de rivier. Zij verwachten daar een gebedsplaats. En wie vonden ze daar? Broeders, jullie mogen het zeggen. Vrouwen die samenkwamen om te bidden. En Paulus en Silas en later is Timotheus erbij gekomen.
die spreken het woord van Christus, van zijn sterven en van zijn opstanding. En dan staat er iets heel moois. Henk heeft daar ook voor gebeden vanmorgen. Vond ik heel mooi, Henk. Lydia, purperverkoopster, goede baan, geweldig huis. Zij luisterde aandachtig. Zij was een vereerder van God. Maar ze kende Jezus nog niet. En dan staat er iets moois. En de Heere opende haar hart. En God kwam in Christus bij haar binnen. En wat gebeurde er toen? Er straks, als ik het goed heb gehoord, dooponderricht. Of is dat volgende week? Is het nu? Ja. Dus misschien zijn hier mensen, en er moet niks hoor, maar die nog niet die stap hebben gezet. Die allerlei bezwaren hebben. Had ik vroeger ook. Ja, maar ik ben als kind al besprenkeld. Lydia, die gaf gehoor aan het woord. En ze werd gedoopt. En ze stelde haar huis open. En daar begon de gemeente te Filippi. Mooi, hè? Hoe God wonderlijk werkt, ook in onze tijd. Nou, als je nou allerlei bezwaren hebt, dan is het goed om dat uit te spreken. Misschien wel zo straks na de dienst bij het dooponderricht. En als je met je hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, en met je mond gaat belijden dat Jezus Heer is, dan is het geoorloofd dat je gedoopt wordt. En dan zegt het woord, Handelingen, hoofdstuk 9, de kameling uit Morenland, Filippus voegt zich bij de wagen, vertelt hem het evangelie, en dan zegt hij, dat zie, dat is water. En wat mooi, hè? En daarom gehoorzaam aan het woord van God. Dan zul je daarin ook de zegen, tegelijkertijd ook de strijd ondervinden. En wat is het mooi dat we in dit stukje een paar woorden tegenkomen die ook voor ons vandaag van toepassing zijn. Vers 2 zegt ons, genade zij u. En vrede. Van wie? Van mij? Nee. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, de levende, de opgestane. Genade. Wat is nu genade? Wij leven van genade op genade. In zijn volheid hebben we zijn genade ontvangen. Elke dag opnieuw. Hulp die God de mens verleent in en door het geloof in de Heer Jezus Christus om zijn eeuwige bestemming te bereiken. Een hele lange zin. Wij zijn onderweg. Wij reizen naar ons eeuwig huis. Dat verliezen we wel eens door alles wat er op ons afkomt uit het oog. Als je onderweg bent, ook dat voorbeeld heb ik misschien hier ooit ook wel eens genoemd, en je hebt pech onderweg, dan als je lid bent van de ANWB, oh nee, dat mag je niet zeggen, hè? Ja, maar goed, ik heb het gezegd. Dan bel je naar de centrale en dan vragen ze als eerste naar je lidmaatschapnummer. Als tweede, waar staat u? Er komt iemand aan. Want je kunt je reisdoel niet bereiken omdat je pech onderweg hebt. Nou, soms duurt het 10 minuten, soms een half uur, soms een uur. Nou, dan begint het aardig warm te worden bij jezelf. Maar dan komt daar die gele auto aan. Iemand die deskundig is. En als het echt niet lukt, krijg je nog een vervangende auto ook nog. En dan kun je je reisdoel bereiken. Dat is eigenlijk de genade van God die ons in Christus geschonken wordt, elke dag opnieuw.
En ik hoop dat u die genade ondervindt. Dat jij dat mag ondervinden. Dat God je helpt. In de Hebreeënbrief, dat is weer in een ander stukje. Daar staat het zo mooi beschreven. In Hebreeën hoofdstuk 4, heel bekend. En dan staat er in vers 16. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Waarom dan? Opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te juister tijd, op het juiste moment. En dat is een leven met God van elke dag en elke nacht. En dan die vrede van God. Wat hebben we een vrede nodig in ons leven? Van binnen, maar ook in deze samenleving. Te midden van alle onvrede maakt zich de vrede van God aan u, jou en mij en heel de wereld bekend. De discipelen, die waren bij de kruisiging amper of niet aanwezig. Alleen Johannes en de moeder van Jezus en Maria van Magdala, die waren dicht bij het kruis. En dan na de opstanding van Jezus, dan openbaart hij zich het eerst aan Maria van Magdala. En aan nog een Maria. En hij geeft hen een opdracht om de discipelen te vertellen dat ze naar Galilea moeten komen. Dat doen de zusters. Ze geloven het niet. En ze gaan ook niet. Ja, ze gaan later wel. En het mooie vind ik dat Jezus hun de opdracht gaf via de vrouwen naar Galilea te gaan. En dat ze achter gesloten deuren zitten uit angst voor de Joden. Dan komt Jezus hun zelf opzoeken. En wat zegt hij dan als eerste? Vrede, zei u. Tot twee keer toe. Eén discipel is er niet. Wie is dat? Thomas. Thomas. En de discipelen, die zijn zo geraakt tot in het diepst van hun bestaan, dat Jezus hun heeft opgezocht en de woorden heeft gesproken, vrede, zei u, dat ze het aan Thomas gaan vertellen. En door de Heilige Geest wordt Thomas 8 dagen later ertoe aangezet om bij de andere discipelen samen te zijn. En dan komt Jezus opnieuw. Ook wij hebben een opdracht om het evangelie te communiceren. Vindt u dat eenvoudig? In de hectiek van ons dagelijks bestaan? Wij zijn op weg van Pasen naar Pinksteren in het kerkelijk jaar. Dit kan misschien een hulpmiddel zijn om het evangelie van Jezus Christus te communiceren met mensen die je mag ontmoeten. En dat kleine boekje dat is getiteld Van Pasen naar Pinksteren. Ik heb er maar 3 bij me. Maar u kunt ze bestellen bij de stichting Er is meer leven.nu. En het kan je soms helpen om als je met iemand in gesprek komt, om dat aan te reiken die amper meer iets weet van Pasen en Pinksteren, van de opstanding of het sterven van Jezus. En Paulus schrijft hier in dit stukje dat hij aan de gemeente te Filippi denkt, dat hij voor hen bidt en dat hij voor hen dankt. En dan staat er iets moois bij. Dat doet hij met blijdschap. Dan is het gaaf om met elkaar te bidden. Om de Heere te loven en te prijzen. Om uit te spreken dat je hem lief hebt boven alles wat er in deze wereld lief te hebben valt. En dan kan het zijn dat er vanmorgen iemand onder ons is die zegt, maar hoe kun je daar nou deel aan krijgen? Ach, dat is ook zo'n mooi gedeelte uit de Romeinenbrief.
Dat zoek ik ook even op en u mag het opzoeken. U mag het ook gewoon beluisteren. In Romeinen hoofdstuk 10 wordt ons dat zo mooi uitgelegd. Hoe kun je nou deel krijgen aan het evangelie van Jezus Christus? Dan komt het. Indien gij met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden, oftewel gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wat een geweldige belofte geeft God ons ook vandaag opnieuw of voor het eerst vanuit zijn woord aan ons mee voor de komende week. En Paulus, hij bidt met blijdschap. Waarom? Omdat ze deel hebben gekregen in Filippi aan de gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deel hebben gekregen aan het evangelie van Jezus Christus. En ik hoop en ik bid dat u allen dat vanmorgen heel persoonlijk mag herkennen. En dat we in die zekerheid van het geloof, te midden van alle onzekerheden, onze weg achter de Heer Jezus mogen blijven volgen van dag tot dag. Daarom dat tweede stukje zegt het ons zo mooi. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voltooier van ons geloof. Hij heeft het fundament gelegd. Hij is onze leidsman. En hij voltooit het wanneer? Op de dag van Christus Jezus. Dan zal alle gebrokenheid die we ondervinden op de weg naar Jezus Christus toe, zal verdwenen zijn. Gelooft u daar ook, gemeente van Jezus Christus? Dat is de diepe bodem van ons bestaan. Het fundament wat Christus zelf heeft gelegd door te sterven op het kruis van Golgotha, om zijn leven op te offeren voor u, jou en mij, zijn bloed dat gestort is tot uitdelging van onze zondeschuld. Het klinkt wat zwaar, maar het is ook zwaar. En hij heeft er alles voor overgehaald. En dan mogen we geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat gebeurde in Filippi. Er ontstond een gemeente. Henk, hoe lang is het geleden dat deze gemeente is ontstaan? Want je bent er volgens mij vanaf het begin bij. 40 jaar. Hoe lang? 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Goedemorgen. En wat zijn er ook over deze gemeente stormen heen gegaan. En ook over de gemeente waar ik zelf bij hoor. Maar dwars door alles heen belooft hier het woord van God in vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, schrijft Paulus en Timotheus aan de gemeente te Filippi. En mogen we ook vandaag naar ons toe halen als een belofte dat hij die in u, in jou, in mij een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot op de dag van Christus. En daar wil ik u en jou, maar ook mezelf, mee bemoedigen. Dat we die hechte en diepe verbondenheid met God onze Vader, met de Heer Jezus Christus, in en door de intieme gemeenschap van de Heilige Geest dagelijks zullen ondervinden. En dat we meer en meer vervuld zullen worden. Vervuld zullen worden? Met wat? Met de Geest van God die met onze geest getuigt. Wat? Dat we kinderen van God zijn. Lieve mensen, wat er ook gebeurt. Ik heb iets gedeeld over wat er in ons, in mijn leven is gebeurd. En zo kunnen we elkaar dingen vertellen dat God dwars door het lijden ons draagt. Psalm 68, vers 20 zegt het zo mooi. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. En dan komt het. Die God is in Christus. Uw, jouw
en mijn heil. Dat is een boodschap van heil en zegen. We leven te midden van verschrikkelijke gebeurtenissen, veraf en dichtbij. En toch durven we te zingen met opwekking 44. Geprezen zij de Heer, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. God komt tot zijn doel met zijn volk Israël. Fijn dat u daarvoor bad, geliefde oude zuster van 89 jaar. En voor de vrede van Jeruzalem. Maar God komt tot zijn doel, ook met de gemeente die in de verdrukking is. En God komt tot zijn doel met de schepping die zucht en in barensnood is. Heftig wat er allemaal gebeurt. Maar weet u wat zo mooi is? In die barensweeën, dat zegt, daar komt iets nieuws aan. En God zegt door Christus, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ja, Paulus, Silas, die hebben in Filippi heel veel heftige dingen gekregen. Geweldige mooie dingen. Lydia, die bevrijding van die waarzeggende vrouw. En ze worden heel rijk beloond. Dus niet. Ze komen terecht, waar? In de binnenste kerken. De ruggen opengeslagen. Bizarre omstandigheden. Echt, ze hebben alle reden om klaagliederen op te zenden tot God. Doen ze dat? Te middernacht gingen ze bidden. En mag het ietsje meer zijn? Ze gingen God loven en prijzen. En God antwoordt. Mooi hè? Dat God in dat lijden zich juist openbaart. Dat het niet allemaal vanzelf gaat, ook in onze levens, dat weten we van elkaar en dat mogen we ook met elkaar delen. Maar dat God in Christus onze blijdschap is, daar schrijft Paulus over in die gevangenschap. Dat noemt hij, hij beklaagt zich er niet over, hij zegt zelfs, gevangen omwille van Christus, u moet weten, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is, er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Hij plaatst het in de juiste context. Als het ware vanuit de hemel gezien. En zo mogen ook wij dwars door het lijden heen getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat we hem lief hebben. Petrus zegt dat zo mooi in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 8 en 9. U hebt de Heer Jezus lief. Zonder hem ooit gezien te hebben. Zonder hem nu te zien. Gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Waarom dan? Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. Uw eeuwige redding. Zo mogen we ook vanmorgen tegen elkaar zeggen dat God in Christus ons tegemoet komt. En dat het een leer- en een groeiproces is om Jezus Christus dagelijks in je leven te volgen. Hem lief te hebben met heel je hart, met je ziel, met je verstand, met je kracht en je naaste als jezelf. Ik ben zo dankbaar dat in deze gemeente er oog is voor de wijk. Rob, je bent daar al met anderen heel lang geleden mee begonnen. Open huis. Ook wij in Enschede-Zuid, we hebben een kerk gebouwd in 1990. We kregen geen financiering, want wie bouwt er nu een kerk? Die gaan allemaal dicht. Nou, onze kerk hebben we al uit mogen breiden, dat is allemaal Gods genade. Maar we mogen ook voedselpakketten uitdelen aan mensen in de wijk. We hebben heel veel jonge moeders en vaders die door omstandigheden, in miserabele omstandigheden verkeren. Nou mag je er zijn. En zo mooi, iedereen is welkom. Hindoes, moslims, mensen die God vervloeken, mensen die God lief hebben. En dan mogen we delen van de overvloed die God ons gegeven heeft. En in elk voedselpakket, u voelde het waarschijnlijk al wel aankomen,
daar gaat, dat is het kleinste onderdeel, een tekstkaartje in. En dan bidden we als vrijwilligers, we doen het met z'n 15e, al 17 jaar lang door Gods genade. Dan bidden we dat de Heilige Geest die woorden die op dat kaartje staan, zal binnenbrengen in de harten van de mensen. Natuurlijk, ze hebben als eerste voedsel nodig, voor hun kinderen, voor hunzelf. Maar wat een vreugde is het om ook te mogen delen met de mensen in de wijk. En dat je soms iets mag horen hoe God daar doorheen werkt. En dan is het zo mooi dat je ook in dit stukje leest dat we te midden van alle omstandigheden het getuigenis van ons geloof mogen doorgeven. Dat gebeurde in Filippi, dat gebeurt hier en ook in Koekenne en in andere delen van Nederland. Wereldwijd groeit de gemeente van Jezus Christus. En worden mensen toegevoegd tot de kring die behouden worden. We lezen hier over die diepe verbondenheid. Hij draagt hen op zijn hart. Hij verlangt met de ontferming van Jezus Christus om hen te mogen ontmoeten. Hij zendt Timotheus alvast vooruit. Nou, ik heb ook met verlangen naar dit moment uitgezien om u weer te mogen ontmoeten. Om samen dat woord van God te lezen. En te weten dat dat woord van God ons met elkaar verbindt. En dat die verbondenheid niet stuk te krijgen valt. Dat ons aardse lichaam, dat ga ik ook zelf steeds meer ondervinden, zo gaandeweg allerlei gebreken gaat vertonen. Dat het wordt afgebroken, zegt de Korinthebrief. Maar dat de innerlijke van dag tot dag vernieuwd wordt door de krachtige werking van Gods woord, van zijn liefde, van zijn Heilige Geest. Dan zult ge rein, zegt ons vers 11, en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, te midden van alle ongerechtigheid. Micha zegt het in hoofdstuk 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is om te doen. Recht te doen, getrouwheid, liefde hebben. En wat staat er dan achteraan? Ootmoedig, nederig, je weg met God te gaan wandelen. Niet rennen, niet voor hem uitlopen, niet achterblijven, maar je oog gericht houden op Jezus, de grondlegger, de leidsman en voltooier van uw, jouw en mijn geloof. In die gezindheid mogen we ook vanmorgen de Heere danken voor zijn genade en voor zijn vrede. Ook al besef ik dat ik een heleboel dingen ook uit deze twee stukjes niet genoemd heb, maar het is goed om te ondervinden dat je in een groeiproces je bevindt. En in een leerproces. Dat Paulus schrijft aan het eind van die vier hoofdstukken. Ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. En dat hij daarbij ook tegelijkertijd zegt, maar God zal in al mijn behoeften rijkelijk voorzien. Dat wens ik u van harte toe. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. We gaan een prachtig lied zingen. Wel voor de geweldige begeleiding die jullie vanmorgen hebben verzorgd. Ik werd nog even geattendeerd door uw broeder op waar kun je die boekjes bestellen. Het is erismeer.nl. Maar als u leven.nu intypt, dan komt u bij dezelfde site. Dat was de oude naam. En dat staat ook nog op het boekje. Wij mogen samen ontstellen onder de zegen van de Heer. En ik wil, voor zover u dat kunt, jongeren en ouderen uitnodigen te gaan staan. Ik wil u graag de Nieuwtestamentische zegen meegeven. Het is mijn verlangen dat God, die ons hoop geeft, u, jou en mij, door het geloof vol zal maken van blijdschap en vrede.
Dan zal je hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. En daarom, geliefde gemeente, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de intieme gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven totdat Jezus komt. Of tot het moment dat u ons oproept tot hogere heerlijkheid. Wees gezegend en draag die zegen uit in de komende week. Halleluja. Amen. En dan is er denk ik nog een slotlied. Zeker nog één lied.